Hallo allemaal, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe mukbang. Ik ben weer met Tessa, Isabella en Mo. We hebben weer lekker McDonald's. Heel veel hebben we gehad. Heel veel. Yeah. We hebben heel veel gehad, hè? Ja, dat vind ik we goed. We hebben 6 McNuggets. Een Big Mac. De spicy met chicken. De Big Tasty. De ook chili chicken. Om te proberen een Mac. Plant. Oh, ja. Die is lekker. Ja? Die is het smaakt gewoon naar een hamburger. Fucking lekker. Oh. Plant en dan steakhouse. Oh. En is dit? Oh, gewoon een cheeseburger. Oh nee. Mac-a-cat. Oh, Mac-a-cat. Maar die dan? Nee, dat is die. Of die chili. Die cheese. Ja, die. Ja, wat is dat? Tasty taste. Tasty cheese. Tasty test. Cheese sausjes. En lekker cheeseburgers. Wow. En dan een patatje die allemaal gaat voor je. Prima Marco. Prima Marco. Okay. Nou, dan ga ik gelijk beginnen met deze. Zo, I'm going to die. Ik ga met die McFlan beginnen dan. Mmm. Oh, die ziet er best lekker uit. Mmm. Die is goed hoor. Het McPlant. Wat heb jij? Een Big Mac? Big Mac, ja. Veel gestelde vraag altijd. Laten we maar gewoon altijd meteen mee beginnen. Wat voor outfit we aan hebben. Ik krijg altijd de vraag van wat voor, waar zit het op van, waar zit dit van, wat er klopt. Wij hebben dus allemaal een outfit gekregen van Tess V. Hoe leuk. Zou ik eigenlijk altijd heel leuk bent. Dus zo grappig dat zij ja. Met Mac kijken. Ja, super leuk. Ik vind hun helemaal geweldig. Ja. Ik vind hun kleding gewoon heel leuk. Hun hebben echt super leuk kleding. Dus ze zei, ja. We hebben dus een nieuwe pre-fall collectie aan. Dat zegt, als jullie iets leuks zien, dan kunnen jullie dat uitzoeken en aandoen in de video. Ja. Dus dat hebben we allemaal aan. Ik heb een bomberjack aan. Ja. Ik heb een leuke en een broek. Jeans, deze trui, jij een bomber. Ik heb deze set aan. Is ook heel leuk. Echt super leuk. Deze top is dan niet, maar deze set is echt ja. Super leuk. Ja, dat is echt heel, heel leuk. Dus ik heb een linkje in de beschrijving. Dan kunnen jullie ook naar het nieuwe pre-fall collectie gaan en dat checken. Want ze hebben echt heel veel leuke dingen. Ja. Ik vond deze bomber ook echt leuk. Een bomber is echt chill voor in het najaar ook. Ja, ja. Ja, ik zoek ook wel zoiets nog. Lekker. Nou, dat kun je dan daar bestellen. Ja. Let's go. Zo, die fietsen. Had je dat echt zonder beetje te meer genomen. Oh. Want het is echt helemaal koud. Mm-hmm. Ik wil wel die proberen. Maar. Die nieuwe. Dit is dus de Tasty Sweets. Ik voel ook wel die man nog echt. Jezus, hebben ze twee meiden. Zo, hij ziet er heel cheesy uit. Mmm. Zelfs als Big Mac, als Big Tasty. Zo ziet het eruit. Lekker? Nee, het is gewoon Big Tasty, maar dan is het klein. Ja? Ja, hetzelfde zout. Het ja. Dat is ook lekker, ja, die McPlant. Ja, hè? Ja, die wil ik ook proeven. En een nugget. Altijd goed. Oh. Heel koud. Mijn zon is zo lekker. Ja. Hoe kan dat? Die, ja. Die TikTok die ik stuurde. Dat een McDonald's en Michelinster. Robert, ja. Het is wel zo. Ja, ik vind het is altijd lekker. Maar ik vind het nog steeds lekker. Ja. De vraag. Ja. Wel, het is wel niet echt een Mackie vibe, maar. McDonald's is altijd lekker. Ja. Dat is gewoon het hele ding. Nou, snap ik wel dat een Michelinster kan hebben. Ja, dat is natuurlijk niet culinair, maar. Dat is grappig. Ja. Nee. Maar het staat gewoon nooit teleur. Maar dit is ook een lekker sausje. Of die Big Mac of die Big Tasty? Wat is het ook weer? Big Mac? Ja, Big Mac. Ik wil die Tasty Cheese. Er zit echt alles door elkaar. Ja. Heerlijk. Die hebben we vorige keer ook. Vorig jaar? Nou, dat is al 3 jaar geleden. Nee, vorige keer zijn. Oh. Toen heb je allemaal over een hapje van nemen. Maar die mukbang is echt fucking vaak bekeken, hè? Maar we hebben toch ook een keer... Het was coronatijd. Een nugget challenge. Ook vind ik deze niet zo bijzonder, die Tasty Cheese. Nee. Gewoon niet zoveel smaak. Dit. Maar dan zonder. Het topping. Alles erop. Ja. We hebben ook heel veel dilemma's. Die vind ik altijd leuk. Dus die gaan we ook lekker beantwoorden. Ik zeg dat het reeds volgens mij zo. Ja, ik moet even een schaam doen. Ja. Ja. Want ik heb gewoon het gevoel dat het wegloopt. Ja. Als het niet op eten. Het is echt zo die vibe als je vroeger met je broertjes en zusjes één bak popcorn had. En iedereen zat echt zo. Moet zo snel mogelijk uit. Bang dat je kort komt. Terwijl, we hebben zat. Ik heb geen haast hoor. Kom nu. Nee, kom nu. Ik wil die nemen. Ja, sowieso. Zouden jullie liever altijd zomer of winter willen hebben? Nou, sowieso. Ja, nou, dan kan je zeggen sowieso.
Maar echt, bij mij, iedereen op kantoor zegt dus winter. Huh? Maar ik snap het, want zomer in de stad is zo kut. Het is zo... Hey, kijk, wij hebben zomers gewend. Dat we ruimte hebben, een dikke tuin, met water op kunnen vaar. Maar in de stad is het zo warm. Ik kan niks. Ik ben alleen maar hier geweest. Met een nieuwkoop, met die hitte. Snap ik. Zo kut. Nee, maar ik ben echt... Maar ik ook echt summer girl. Ik ben sowieso echt een koude kleur. Dus ik vind het... Nee, ik hou echt niet van winter. Ik word zo gereinigd als het te lang... Ik word depressief in winter. Nou, ik heb dat ook. Ik zou echt nooit alleen... Nee. Gewoon elke dag zomer. Maar wat ik wel heb... Want als je kijkt naar hoe je het op Curaçao hebt, dat het gewoon elke dag 30 graden is, word je ook gek. Ja, zeg maar die hittegolf die we hadden, dat vond ik dan weer te overdreven. Dat hoeft niet alles voor twee dagen leuk als je vrij bent. 23, 25 graden. Voorstellen dat je elke dag het vriest. Nou, dan ga ik toch veel liever dat het elke dag warm is. Ja, sowieso. Ja. Dat heb ik dan, ja. Sowieso. Summer. Ik ook sowieso summer girl. Oh ja, die spicy mac chicken ga ik nemen. Heb jij nou alles op? Nee, hè? Nee. Die moet doen. Ik vind die McPlant oprecht heel lekker. Oké. Ja, ik zou dat zo Maar ze hebben ook die andere, die normale McPlant, die smaakt gewoon letterlijk een quarter pounder. Het is gewoon letterlijk een quarter pounder. Ja. Ook lekker. Zou je nooit meer chocola kunnen eten of nooit meer koffie drinken? Nou, voor mij is dat heel makkelijk. Ja. Nooit meer chocola. En welke is de Big Mac dan? Die zeker. Ja. Sorry, wat zei je? Nooit meer een Big Mac, mag ik zeggen. Nooit meer chocola of nooit meer koffie. Nou, voor jou nooit meer koffie, denk ik, haar. Nee, nooit meer chocola. Ik geef dus überhaupt niet zo heel veel om chocola. Ja, ik ook niet. Ik ook niet. Ik heb nog twee stukjes chocola, heb ik genoeg. Ik zou nooit een chocoladereepje met één kop eten. Nooit. Ziel, maar guilty pleasure is gewoon een reepje chocola kopen en het opeten. Nee, dat heb ik niet. Nou, nee. Naar de McDonald's of sushi of gyoza. Een brownie heb ik het ook niet zo. Ik heb liever een cheesecake of een appeltaart. Ik heb precies hetzelfde. Ik heb ook niet met chocola, maar... maakt mij dan niet zo vaak, want ik ben ook niet van de koffie. Ja, drink jij überhaupt niet? Nee, dat zou... Nooit, hè? Dan zou ik voor jou zeggen, nooit meer koffie. Ja. Ja. Want anders kan je nooit meer... Nou, voor mij is het ook moeilijk, want ik drink wel veel koffie. Ja. Maar... Waarom eigenlijk? Je vindt het lekker. Ja, ik drink decafé koffie thuis. Maar je vindt het omdat je het echt lekker vindt. Ik vind de smaak heel lekker. Ik vind het 's ochtends lekker. Bijvoorbeeld heb ik een broodje op en neem ik koffie met een koekje op. Ja. Dat vind ik wel lekker. Ja, een soort toetje idee vind ik het altijd. Ja. In de avond neem ik ook na het avondeten heel vaak een decaf koffie. Ja, zo lekker. Ja, dat vind ik zo lekker. Ik vind weer iets zoetigs, zeg maar. Maar niet echt dat het heel slecht is. Ja. Dus nee, ik vind het een moeilijke keuze. Want ik heb... Je moet kiezen. Ja. Het is niet dat als ik wakker word, dan denk ik moet koffie. Nee. Dat heb ik nu. Nee, maar je denkt het ook omdat je het lekker vindt. Ja. Dus dan zou ik toch zeggen nooit meer koffie, denk ik. Ja? Nou, zo wat dingen echt geen koffie hoor. Nou, elke ochtend wel. Ja? Ja, thuis elke ochtend. Dan heb je zo'n lekker opschuimend ding. Heb je echt zo'n cappuccino. Mm. Ja, dan toch nooit meer koffie. Nou, niet. Nee, ik denk toch nooit meer chocola. Ja. Nee, zo lang over je dilemma door op ingaan. Dus het wel, ik kan er wel in je kiezen. Ik kan gewoon niet kiezen. Je denkt dat het gelijk voor alles echt zo is. Het is gewoon een dilemma, het is gewoon een vraag. Ja. Reageer gewoon. Ja, oké. Okay. Oh, deze ook wel. Zou je liever nooit meer in staat kunnen zijn om te lachen, of nooit meer te kunnen huilen? Zo. Dat is allebei heel belangrijk, vind ik. Ja, maar dan nooit meer huilen. Ja. Nooit meer lachen. Ja, dan heb je gewoon een kutte. Maar nu dan lach je al. Ja, dan mag je dus dan zit je zo. Dan zit je te huilen dus. Ja. Maar soms kan het ook wel echt lekker zijn om te huilen. Huilen is wel lekker, maar liever niet huilen dan? Nee. Dat sowieso liever positief dan negatief. Ja. Ja, nee, sowieso. Een week zonder slapen of een week zonder eten? Zo. Nee, dat vind ik heel moeilijk dit. Want ik heb echt slaap nodig, want anders ben ik zo... Ik kwam meteen. Dat is zo wild. Ja, want anders dan ben ik gewoon niet te genieten. Ik heb precies hetzelfde, maar ik heb ook wat eten. Ja. Maar als jij niet kan eten, dan ben je toch ook zo geinig. Ja. Ik zou toch zeggen niet meer eten. Ja, ik ook. Ja. Ik kan ook niet zonder slaap, denk ik. Maar ik kan ook eten. Jawel, jezelf kan een week zonder eten, maar je mag wel drinken. Ja. Oh ja, nee, dat zou ik bedoel, op expeditie, dan weet je, dan je kan niet ook nog je slapen. Nee. Nog niet. Leuk? Ja. Is dat leuk? Nee, ik zou toch, nee, want als je geen slaap hebt, dan ben je echt nokkie. Ja, dan lig je maar gewoon alleen maar in bed liggen, alleen maar slapen tot die week voorbij is. Ja.
Ja. Dan moet je niks doen die week hoor. Nee. Zou je liever altijd 10 minuten te laat of 20 minuten te vroeg? Nou, liever ben ik 20 minuten te vroeg. Maar sowieso 20 minuten vroeg, dat ben ik wel. Ja. Ja, dat ben je sowieso al. Ik ben altijd 10 minuten te laat, maar ik vind dat zo irritant voor mezelf. Normaal gesproken ben ik altijd te vroeg. Ben ik te vroeg, ben ik gewoon op tijd. Als ik kijk naar vroeger, was ik altijd wat te laat. Ja. Maar als ik natuurlijk afspreek, ben ik wel altijd te laat. Ja, ja, bij mij ligt het aan de prioriteit. Zeg maar, als ik naar de dokter ga of dit, dan ben ik er echt 10 minuten van tevoren. Ik ben zo slecht. Jullie denken ja. Ah, je kan ik ben wel afgesproken. Je wacht wel. Ja, ik denk oprecht gewoon van, oké, ik moet dit en dit doen. Dan gaan we wel lukken in 3 kwartier. Maar dat gaat me nooit lukken in 3 kwartier. En dan denk ik van, nou, ik moet nu even, zeg maar, en als je bij de dokter gaat, dan moet je er gewoon zijn. Dus dan, ja, ik weet niet. Dat is misschien toch onbewust je prioriteit. Of ik begin te laat, denk ik, oh, ik heb nog 4 uur om me klaar te maken en dit, weet je wel. Dan denk ik, nou, doe gewoon rustig aan en opeens heb je nog een uur en dan moet ik alles nog doen. Dan denk ik, kut. Ja, ik heb het ook pijn. Ja. Nou, maar mijn liever te vroeg. Ja, ik denk dat iedereen dat wel eens, toch? Maar, ja, liever te vroeg. Wat zijn tips voor het onderhouden van een sterke vriendschap? Ik denk, tijd vrijmaken voor elkaar. Ja. In elkaar. Ja, in elkaar blijven investeren, maar niet verwachten dat iets vanzelf gaat. Nee. Het is een soort van een relatie. Ja, is dat zo? Kan niet van elkaar verwachten. Elke relatie in je leven moet je onderhouden. Heb je nog niet? En dan ging mijn pakket. Nee, dat was alleen vegetarisch. Ja, maar dat verschil proef je niet. Nee? En wij zeiden, oh, lekker. Ik vind hem heel lekker zelfs. Ja. Ja, gewoon. En misschien ook niet te veel verwachtingen stellen. Wat verwachtingen teleur gaan alleen maar teleur. En gewoon elkaar gunnen. In ja. Het leven gunnen. En gewoon je eigen iedereen heeft zijn eigen leven, maar dat je het elkaar van elkaar accepteert. Ja. En, dat het niet maakt hoeveel vaak je elkaar ziet. Nee. Maar dat je elkaar wel af en toe spreekt in app van hoe is het met je? Ja. En je spreekt een keer af. Maar ik vind een vriendschap niet dat als je een keer iets gaat doen zonder elkaar, dat je meteen ruzie hebt. Dat vind ik geen vriendschap. Nee. Zo snap je? Dat ook niet. Maar vroeger was het wel anders dan. Ja. Maar wij waren toen gewoon echt heel veel samen. Ja. Van vroeger. Maar toen hadden we ook gewoon niks te doen. Voor mij. En nu heb je gewoon allemaal al je eigen leven. Je neemt zijn eigen werk. Je neemt zijn eigen ding. Ja. Ja. Zijn soms relaties. Dus ja, dan heb je gewoon heel erg je eigen ding. Dus dan moet je gewoon elkaar accepteren. En zo iets met elkaar opbouwen. Ja. Ja. Toch? Zeker. Ja. Dat is vreugd mee. Ja. Respecteren en accepteren. Ja. Zou je liever de mogelijkheid hebben om met dieren te praten of in de toekomst te kunnen kijken? Toekomst kijken. Nou, ik ook, want wat heb ik aan een dier? Ja, ik ben zeg maar, niet zo... En dan, hoe gaat het met jouw kat? Nee, maar kijk, sommige mensen zijn echt dierenvrienden. Ja, ik heb dat niet. Sowieso niet. Maar ik op zich wel, maar... Ja. Nee. Toch? Maar ja, toekomst kijken aan de ene kant zou ik ook de toekomst niet meer weten. Nee. Zelfs dus fucking kut. Ga je, dan ga je, denk je, dan ben je alleen maar, zeg maar, nu ben je al aan het overdenken van wat als dit dat gebeurt. En dan ben je eigenlijk, dus dan weet je al wat er gebeurt. Dan ben je over een paar jaar niet meer bij. Of een paar jaar. Dan zie je het zeker, want dan weet ik dat jij over een jaar doodgaat. Ja. En dan. Nou, en dan. Dat is wel vast neer, dat hoef je niet mee te maken. Nee. Oh, nee, die hoef ik niet. Die hoef ik niet. Ik tik hem op. Dat is die chili cheese. Ja, taste cheese. Nee, maar besef hoe lekker. Grappig, hoe lang, hoe dit eigenlijk soort tot stand is gekomen. Wat? Deze mukbang. Nee, maar eigenlijk, ik wil eigenlijk zeggen van hoe grappig dat het 3 jaar, zeg maar, waar we 3 jaar geleden zaten in die mukbang en nu hoe we nu zijn. Ja. Dat is zo grappig eigenlijk. Maar hoe zijn we begonnen met mukbangs? Ja, dat bedoel ik. Hoe wij? Zijn wij... De pizza challenge was de eerste iets van één video. Ja. Maar dat was een challenge. Maar wat was die eerste mukbang bij mij thuis? Wij met z'n tweeën, die sushi mukbang, dat mijn broer kwam. Ja, dat denk ik wel, dat we aan de tafel zaten. Ja. Aan mijn eten. En toen werden wij toch ook in een andere video gepost door iemand. Was dat die mukbang? Ja. En toen... Dit is wel heel lekker, hè, meer. Nee, chicken kies ik niet uit. Dat was volgens mij mijn fave. Ja. Nee, mijn niet geweest. Het begon zo op. Hoezo? Ja, wij begonnen omdat we het zelf altijd keken. En heel leuk vonden om te kijken. Ja. Dacht, als zij dat kan, dan kunnen wij dat ook. Ja. En toen hadden we natuurlijk ook geen aars te doen. En we houden gewoon heel veel van eten. Ja. Ja. Dat is gewoon echt normaal. We hebben gewoon... Eten is echt ons leven eigenlijk. Zo'n grote liefde voor eten. Ja.
Dat is gewoon niet normaal. Ja. Ook bij het eten gaan en zo, dat is echt een hobby. Ja. Maar ik had daar dus gisteren met iemand over op stage. In Spanje draait in het cultuur ook echt om eten. In Nederlandse cultuur heb je dat niet. Nederlandse cultuur, oh, bak even simpel een broodje met kaas en dat is mijn lunch. Ja. Spanje draait echt, oh, we gaan een lunch met elkaar. Elke dag ga je opstaan, wat gaan we voor lunch maken? Wat gaan we voor avond eten? Maar daar is het zo dat hebben wij op zich wel. Ja, wij ook wel. Onze generatie niet. Nee, onze ouders en zo helemaal niet. Of in ieder geval onze opa en oma helemaal niet. Nee. Nee. Maar ja, echt grappig. Maar wat blijft jullie favoriete mukbang eten? Sushi. Ja? Het ligt eraan. Soms als ik wat heb gezopen of zo de dag ervoor, dan is bijvoorbeeld dit echt fucking lekker, maar dan ga je geen mukbang opnemen. Ja. Ja, als je echt honger hebt, vind ik, merk je echt wel lekker hoor. Ja. Sushi vind ik ook wel, De sushi wel lekker hoor, dan denk ik. Ja, tuurlijk. Ja. Maar de vorige keer vond ik gewoon echt teleurstellend. Ja. Dus dat moeten we overnieuw doen. Ja. Inderdaad. Nee. Want ik moet ook eigenlijk een keer die noedels challenge. Ja. En dan echt met 3 verschillende soorten noedels. Ja. Allemaal gyozas en... 1 pan tteokbokki. Rice cakes. Ja. 1 pan carbonara of zo en 1 andere kimchi. Pan. Ja. En dan met gyozas. Ja, dat met gaan we doen. Allemaal van die hapjes. En dan ook 1 pan mac and cheese. En dan corn dogs. En dan hier over die camera's. Oh ja, dat gaan we ook maken. Oh, dat wil ik echt. Oh, en dan die chicken tenders en zo'n witte saus dopen. Ja. Oh, de ene fan die normaal. Al die kaasbakken. Ja. Die hebben ook een soort van handblok of zo. Dat vind ik altijd zo lekker uitzien. Dat smaak. Is dat een soort smaak? Ja. Maar je hebt ook of dat hash browns of zo. Dat is een rustig. Zou je liever een week lang onbeperkt willen winkelen in je favoriete winkel? Dus een week lang onbeperkt winkelen. Ja. Of een week lang gratis naar een exotische bestemming? Dus ik bedoel, ja? Dus of je krijgt een week gratis vakantie naar waar je wil op de aarde. Nee, zou vakantie kiezen. Ja, sowieso. Of 1 week lang gratis winkelen. Nee. Maar ook, kijk, winkelen zeg maar is wel. In één winkel. Nee, een week lang. In je favoriete winkel. Ja, dus kan winkels. Stel je, stel je kiest dan bijvoorbeeld, kan je gewoon echt, zeg maar, ook de mediamarkt. Ja. Oh. En ook de, en allemaal dingen voor je huis. Ja, dan kan je weer verkopen, kan je ook op vakantie. Nee, maar zo werkt het niet. Jij, nee. Nee, maar als je bijvoorbeeld naar de mediamarkt gaat, ga je bijvoorbeeld naar een woonwinkel kopen, een nieuwe bank, je kan nieuwe kleding kopen. En dan makelaar koop je nieuw huis. Ja. Ja, dat is mijn favoriete winkel. Ja. Of een make-up. Ja, dat is ook wel leuk. Tussen dat vind ik niet. Maar ik ga toch voor de vakantie. Nou, ook. Dat is wel leuk. Ik krijg al heel veel, dus de winkel eigenlijk altijd al gratis. Ja. En dan echt vakantieland een week lang. En dan een week lang ook gratis, hè? Ja. Alles mag je daar gratis doen. Ja, nee, dan zou ik toch voor vakantie gaan. Ik denk dat het veel belangrijker is dan spullen. Mm-hmm. Ja. Memories. Maar waar zou je dan heen gaan? Ik denk ook echt gewoon... Gewoon echt het mooiste eiland, het mooiste land. Misschien gewoon naar de Malediven of zo. Ja, zoiets. Of naar Amerika of zo. Of Hawaii. Miami of... Even doorsparen. Ja. Zou je liever in een sprookjeswereld leven of in een futuristische wereld? Mm-hmm. Dus futuristisch is heel erg in de toekomst, zeg maar. Een sprookje erin. Ja, ik ook sowieso. Leuk in zorgen. Ja, ze leven gewoon lekker zorgen. Ja, dat is een sprookje. Future, onze toekomst wordt toch kut. Het hangen er overal van die camera's en is alles helemaal... Alles is... Ja, je moet gewoon eigenlijk gewoon zo creëren voor jezelf dat jij het gewoon naar je zin hebt. Ja. En weet je, aan de andere kant moet je ook weer zo blij zijn met Nederland en hoe alles het geregeld is hier, dus... Heel veel mensen zeuren over Nederland, dit en dat. Het heeft heel veel regels. Ja. Dat heb je. Ja. Maar ja. Dat is, heb je in heel veel landen niet. Maar ze zijn, ik vind Nederland dan wel een soort, goed geregeld. En kan echt dus wel sowieso denkend zijn. Bij heel veel landen is het gewoon, dit is het punt. Klopt. Dat besef je echt niet, hoor. Nee, maar heel veel mensen die terug naar Nederland. Dus maar waarschijnlijk gewoon als, iets... Nee, maar als mensen bijvoorbeeld meer verlangen naar vrijheid, dan moet je lekker, bijvoorbeeld naar, zoals Bram, lekker naar Zweden gaan en naar je eigen zelfvoorzienende hut gaan bouwen. Bram. Oh, van de B&B. Oh. Ja, weet je, als je dat wil, dan moet je dat lekker doen, toch? Ja, dan moet je hier gaan wonen, ja. Iedereen moet doen wat hij wil. Ja.
Ja. Dat sowieso. Of wat is jullie grootste angst? Hebben jullie eigenlijk veel angst? Is het wel? Ik ben heel angst. Ja. Nou, echt omdat je mijn grootste angst zou zijn, is gewoon denk ik dat je je dierbare verliest. Ja, ik wou dat ook zeggen. Dat is echt. Want ik heb niet per se. Ja, ik heb natuurlijk wel angst voor om te vliegen, maar dat is niet mijn grootste angst. Ja, mijn grootste angst is niet eens dat ik zelf dood ga, maar echt mensen om me heen. Echt mensen om me heen. Ja, dat zou ik zo erg vinden, want dat verandert gewoon letterlijk je leven om te gaan. Ja. Ja, maar dat is ook mijn grootste angst. Of dat mensen heel ziek worden of zo. Ja, dat je echt in een soort van zwart gat valt. Ja. Want zeg maar gewoon echt. Soms denk je er wel eens over na. Want ja, ik ben heel erg overdenken. Stel, een van jullie zou ziek zijn. Of bijvoorbeeld met Boas laatst natuurlijk niet helemaal fit. Nou, dan ben ik zeg maar al in mijn hoofd aan het bedenken wat mijn toekomst zou zijn. Want straks is zij echt ziek. Ja. Ja, dan weet ik niet wat ik moet met mijn leven. Soort van. Dan ga je heel erg over nadenken. En dan zou ik echt dood ongelukkig worden. Ja, of je ouders of zo. Ja. Ja. Wat moet je nou doen als je ouders maar toch hoort het dus bij het leven. Ja. Maar het is echt gewoon het ergste wat je overkomen. Ja. Is dat iemand anders iets... Vooral als je zo machteloos erover bent. Ja, dat je niks kan. Kan er niks aan doen. Sorry, hij of zij gaat dood of is dood. Ja. We kunnen er niks meer aan doen. Dat is oneerlijk. Ja. Maar dat is inderdaad wat Bo zegt, het hoort ook weer een soort erbij. Ja, het hoort bij het leven. En dat is het soort het zware, dat is het zure aan het leven. Ja. Ik vind het soms zo knap hoe sommige mensen dan bijvoorbeeld van die hele heftige dingen hebben meegemaakt en dan nog zo positief in het leven staan. Heel juist heel erg omdraaien, maar ik ga mijn leven helemaal anders doen en... Het gaat zo en je gaat allemaal goede dingen doen. Dat is echt heel knap, ja. Dat vind ik ook echt super knap. Als je dat kan, maar dat is eigenlijk wel de way, vind ik. Ja, dat, ja, klopt. Want ja, je kan je... Het heeft ook gruwelijk, want waarschijnlijk had diegene ook niet gewild. Nee. Stel, bijvoorbeeld, ik ga dood. Dan wil ik echt niet dat jullie... Je doodongelukken. Ja, dat jij een beetje je gaat lopen janken. Weet je, ga lekker feesten, ga leuke dingen doen. Ja, maar ik denk, kijk, tuurlijk mag je eerst rouwen. Tuurlijk, sowieso. Ja, maar je zou niet willen blijven hangen dat de rest van je leven nu ongelukkig moet zijn. Nee, tuurlijk. Ja. Maar ik denk dat als er iemand om je heen overlijdt, dat je dan, vooral iemand die heel dierbaar is en dichtbij staat, dat alles wat je doet, dat je denkt, oh, was... Ja, je zou er altijd een trauma aan overhouden. Maar dat ga je altijd... Je zou elke dag... Ik denk vorige keer nog met die. Je zou denk elke dag, ik zou denk dat je er oprecht elke dag aan denkt. Sowieso, dat denk ik ook. Sowieso. En je blijft het een beetje meedragen. Misschien verander je wel als persoon, maar het heeft geen zin om erin te blijven hangen, zeg maar. Dus respect eigenlijk naar iedereen die... Ja, misschien kijkt er iemand die iets heeft meegemaakt. Ja, dat zal sowieso wel. Elk huisje heeft ze krijgen. Ja, iedereen heeft wel iets. Nou, ik heb eigenlijk nog nooit echt iets heel ergs meegemaakt. Ja. Nee. Hé, hoe gaan we om met stress en negativiteit? Zo. Ja, dat kan ik aan jullie vragen. Nou, ik ga daar dus niet goed mee om. Nee, ik ook niet. Ik heb sowieso heel veel stress, altijd. Ja. Maar altijd al gehad. Ik ook. Ja, stress. Maar volgens mij, hoe kan dat? Ik stress heb. Ja. Misschien hebben we dat onbewust ook meegekregen van onze ouders. Die stress. Je dat, maar je maakt je ook jezelf gek in je hoofd. Ja. Het zit allemaal bij jezelf. Als je gewoon kan proberen te relativeren. Zeg maar om het gewoon naar de kern te gaan van wat is er nou eigenlijk echt aan de hand? Of heb ik het echt zo druk? Of heb ik het echt, voel ik me echt zo? Het zit echt in je hoofd. Klopt. Yes. Maar je moet ermee om. Dat is het, zeg maar. Je kan het hebben. Ja. En ik heb ook wel stress. Mee omgaan, hoor. Ik kan er ook wel mee omgaan. Ja. En deze tijd? Nou, daar ga ik gewoon niet mee in zee. Als mensen negatief doen, dan ben ik gewoon... Ja, ik heb dat ook wel echt geleerd. Mensen die negatief zijn, denk ik echt iemand die negatief is in mijn leven, is echt gone. Maar negativiteit is eigenlijk best wel makkelijk om te verwijderen uit je leven. Ja, want zodra je iets merkt, dit is negatief in mijn leven, maar niet uit wat het is, een persoon of situatie of iets, denk je gewoon, ik stap hier vanaf. Ja, want ik wil dit niet. Nee. Dat denk je gewoon. Ja. Maar dat heb je wel. Vroeger heb je dat niet als je jong bent. Nee. Dan ga je er heel erg mee. Ja, en dan ben je onzeker. Ja. En denk je, oh shit. En als nu ook iemand iets negatiefs zegt, dan... Ja. Of ik zeg dan gewoon letterlijk van, doe niet zo negatief. Ja. Of ik reageer dan gewoon niet. En dan denk ik gewoon, sorry, maar wat je nu zegt, zo negatief, doe even positief, zeg maar. Klopt. Ja. Sommige mensen zeggen altijd heel erg van, oh, ik heb zoveel negativiteit. Maar ik ben er echt 100% van overtuigd dat je dat zelf aantrekt.
Je trekt echt zelfs de negativiteit aan. Want als jij zelf ook negatief bent, dan komt er ook alleen maar negativiteit. Als jij zelf positief gaat zijn, dan komen er ook weer positieve dingen op je af. Ja, klopt. Je moet gewoon zelf positief, zeg maar, het dan weer omzien. Ja. Of als er iets negatief is, bla bla bla. Probeer te denken van wat kan ik hier positief aan vinden? Ja. Bekijk het even anders. Want het heeft geen nut om er heel onnodig over iets negatiefs te zijn. Want dan word je echt doodongelukkig. Ja, dat is echt zo. Oh, shit. Wat is dit? Wat doe jij? Ik dacht, knijp even in het bakje. Knijp even in het bakje? Waarom denk je dat? Ja, dat weet ik niet. Het is vet in. Ik mag helpen voor je. Hebben wij doelen voor dit jaar? En hoe werken we daaraan? Nou ja, eerst hebben wij doelen. Hebben jullie nog doelen voor dit jaar? Het is nog een kort jaar. Huis kopen. Mijn doel is dit huis krijgen waar ik voor je heb ingeschreven. Jongens. Wanneer hoor je dat? Ja, volgende week al waarschijnlijk. Of die week daarop. Wat spannend. Ja. Heel spannend. Ach. Ik denk er echt elke dag aan. Ja, ik ga heel teleurgesteld zijn. Nee, positiever. Ja. Oké, als het dus nu blijkbaar zelf niet gaat lukken met het huis. Maar wel zou moeten zijn. Ja. En komt er waarschijnlijk iets mooiers nog. Of iets beters. Ja, dat is waar. Zo moet je gewoon bekijken. Ja. Je moet er niet van uitgaan. Maar je moet ook niet denken, ik krijg het niet. Nee. Maar gewoon heel open. Het zou fucking vet zijn als het niet lukt. Dan lukt het niet. Gewoon er positief en open in gaan. Ja. En dan kijk je weer verder. Niemand lukt de eerste beste, weet je wel. Nee, dat zou ook wel echt wel... Dat zou ook echt heel bijzonder zijn. Dus dan denk je, lukken, dat sowieso. Ja, dat is waar. Maar je hebt wel veel voordelen eraan. Ja, zeg maar, je komt wel zo hoger in het rijtje qua dingen eromheen. Ik zeg, je moet eigenlijk zoveel mogelijk groene vintjes aanvinken, waardoor je gewoon... Ja, het wordt een loting, dus je moet ook geluk hebben. Maar wel dat je zorgt dat je in die loting komt. Ja. Dat je wel echt kans maakt. Ja, tuurlijk. Dat is mijn doel en jullie doel. En zo, mijn doel nog dit jaar. Ja, we hebben dit jaar überhaupt gaan leren. Als deze geld, niet lukt. Ik wil geld sparen. Ja. Iets opbouwen. Ik wil gewoon dat mijn bedrijf nog beter gaat. Ja. Maar dat is, dat is niet per se voor dit jaar. Dat is gewoon altijd. Ja. Dat is dan weer volgend jaar weer nog een stapje verder. Ja, gewoon een doel. Lekker aan mezelf werken wil ik. Gewoon lekker aan mezelf werken. En, ja, ik denk precies hetzelfde. Je moet ook aan jezelf werken. En ook... Ja. Focus op mezelf. Focus op iets. Doen wat ik leuk vind. Ja, waar ik gelukkig van word. Positiviteit. Ja, gewoon eigenlijk wat je altijd. Zo, hoor je dat? Ja, maar ik heb niet echt één. Zo wil ik even afronden. Is wel een hernia. Ik weet niet wat ze is. Ja, ik weet niet wat ik heb. Volgens mij, ik heb gewoon te veel gewerkt afgelopen dagen. Ja, ik kan ook blijkbaar gewoon niet. Nee. Maar in mijn hoofd kan ik het dus. Ja, maar niet iedereen, elk lichaam is anders. Schat. Dat is toch gewoon heel logisch? Ja, maar heel veel mensen doen het bij mij op werk. Maar niet aan andere mensen. Dat kan ik ook van mezelf zeggen. Van ja, die en die kunnen dat wel allemaal. Maar ik kan dat dus niet. Dus je moet heel duidelijk voor jezelf weten wat jouw grenzen zijn. En daar naartoe leven. Want anders gebeurt dit. Gebeurt er wat er bij mij gebeurt. Ja. Je moet gewoon echt jezelf weer uit het niets. Want ik heb maar bij mij ook. Ik kwam ook uit het niets. Ja. Omdat je dus afgelopen weekenden elke keer, de hele weekenden, elke dag hebt gewerkt. Ja. En blijkbaar gaat het voor jou niet en wordt het dan te veel. En opeens krijg je dit. Dan zeg je lichaam, maar nu is het klaar. Ja. Dus dat je dan, je weet precies waar hoe het komt. Ja. Dus dan moet je gewoon zorgen dat je dat niet meer gaat doen. Ja. Niet meer zulke lange dagen. Nee, je moet dat ook wel achter elkaar. Ja. Ja. Dat is weer voor die dag. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Wij hebben wel heerlijk genoemd. Vergeet zeker niet bij de nieuwe collectie van Tess Vie te kijken, want ze hebben echt veel leuke dingen. Ja, heel leuk. En natuurlijk de video. Blij dat je hem hoog te geven. En ons meer op de gram. Zal hier samen. En dan zie ik je. Hoezo? Nee hoor. Dat is toch leuk. En dan zie ik je heel snel weer. Doei. Doei. Yes, I'll be on my way now. You just give me a...